In verband met het 69-jarig bestaan van de Progressieve Werknemersorganisatie, PWO, heeft de vakcentrale vanmorgen een krans gelegd bij het standbeeld van pater Leonardus Josephus Weidman, grondlegger van de vakcentrale. De kranslegging heeft plaatsgevonden aan de Liemersgracht bij het PWO-centrum. PWO is namelijk op 15 februari 1948 opgericht en is de eerste vakcentrale in Suriname. Armand Sunder, de onlangs gekozen voorzitter van PWO, benadrukte voor de kranslegging de betekenis van pater Weidman voor de PWO en de vakbeweging. Pater Weidman heeft namelijk voor wat Suriname betreft de basis gelegd voor het kiesrecht in Suriname. En, u mag het geloven of niet, pater Weidman is de tweede persoon in de historie van Suriname geweest. De eerste was Anton de Kom. De tweede was pater Weidman. Die stelde, of die heeft gesteld, dat Nederland een ereschuld heeft aan Suriname. Pater Weidman was dus een man die streed voor reparations. Hij vond dat de Nederlandse regeringen Suriname niet in een deplorabele toestand hadden moeten achterlaten en dat ze over de brug moesten komen. Ook die fakkel van pater Weidman zetten wij voort. Armand Sunder, hij is voorzitter van de PWO. Afgelopen zaterdag heeft PWO een buitengewoon congres gehouden met als thema: er is hoop voor de vakbeweging in Suriname. Tijdens dit congres zijn de diverse structuren van de vakcentrale bemenst.